Ik stond vrijdag op het strand in Scheveningen samen met Sven Hulleman en al zijn mensen. En het was super mooi. Ik voel hier ook ontzettend veel liefde voor wat er nu aan de gang is. Wij doen ons best. En als ik hier rondkijk, dan zie ik precies waarom. Dus dat is mooi. Daar ben ik jullie dankbaar voor. Ik ga mijn speech voorlezen, want anders wordt het veel te emotioneel allemaal. Allereerst, fijn om jullie te zien hier op het Museumplein. En dat we hier allemaal staan in goede gezondheid. En dat we elkaar gewoon de hand durven schudden. En elkaar durven te knuffelen. En naast elkaar durven staan en durven te zeggen wat we willen zeggen. De laatste tijden zijn op zijn minst apart te noemen. En we voelen allemaal dat we op het punt staan van een grote wereldwijde verandering. Velen van ons voelen dit in elke cel in ons lichaam. En we zien het om ons heen. Binnen no time is dit volk hier in Nederland zo bang geworden dat we alle macht, of het kleine beetje macht dat we nog hadden, dat we dat allemaal uit handen hebben gegeven. Maar onthoud alsjeblieft, wij hebben de macht. Al jaren probeer ik in mijn muziek machtsmisbruik aan de kaak te stellen. Sinds een aantal maanden zetten we die gedachte kracht bij door voor jullie een podcast te maken waarin we dieper op deze onderwerpen ingaan. We zijn dit gaan doen met als hoofdreden onderwerpen als de spoedwet, structureel misbruik van kinderen door hooggeplaatste ambtenaren, 9/11 en nog veel meer onderwerpen waar de mensen hier in dit land door de mainstream media nog nooit de waarheid over te horen hebben gekregen. Maar zoals jullie nu zien, als je om je heen kijkt, zijn de tijden veranderd. Wij zijn nu de media. Yes! 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 En geloof me, dat als ik je zeg dat ik hobby's genoeg heb, inclusief rappen over vrouwen en auto's en zo. Ja, ik heb hobby's genoeg om dit niet te doen. Geloof me. Ja, er zit ook niet groot geld in. Geloof me. Maar wat wij nu hier doen met z'n allen, dat moeten we doen. Zeker. We moeten. Dit is de tijd. En de reden dat we hier vandaag allemaal staan, en dat mensen hier gisteren stonden, en dat mensen volgende week op het Malieveld zullen staan, en in Londen en Berlijn, is de volgende. We voelen allemaal feilloos aan dat als goede mensen nu niets doen tegen het kwaad wat over ons heen loert, dan is er straks geen vrijheid meer voor onze kinderen en kleinkinderen. Yes. Oh, sorry. Ik heb een stokje water nemen. De verdeeldheid die al eeuwenlang gezaaid wordt onder de mensen moet afgelopen zijn. Het is geen man tegen vrouw. Het is niet wit tegen zwart. Het is niet homo tegen hetero. Het is niet meer links tegenover rechts. Het is simpeler dan dat allemaal. Het is goed tegen kwaad. En de keus die ieder mens op dit moment voor zichzelf moet maken, is volgens mij de volgende. Laat je je leiden en je gedachten beïnvloeden door angsten en door een overheid die zich nog nooit zorgen heeft gemaakt om onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Of worden we met z'n allen wakker? En gaan we inzien dat we allemaal, stuk voor stuk, liefdevolle creaties zijn van een almachtige schepper. Allemaal hier op aarde om te creëren, lief te hebben, te delen, te bouwen en bovendien te genieten van de kostbare tijd die we hier hebben. Ik heb begrip voor ieder mens in iedere positie. En ik hoop en bid dat onze politici de kracht en de wijsheid vinden om de juiste beslissingen te maken in deze onzekere tijden. Maar wij hier allemaal, en veel meer mensen met ons die hier niet zijn, maar wel in hun hart met ons zijn op dit moment, wij zeggen nee tegen een samenleving die niet samenleeft. En wij laten ons geen muilkorven omdoen. Niet om in de tram te stappen, en zeker niet om ons mond dood te laten maken. Wij zeggen nee tegen politici die ons de wetten voorschrijven
en ze vervolgens zelf lachend overtreden. Wij zeggen nu en straks nee tegen vaccinaties. Yes! Nee! En wij zeggen keihard nee tegen pedofielen in topposities binnen justitie. En voor wie de memo niet heeft gehad, wij zijn het volk. De kinderen, yes. De vaders, de moeders, de ooms, de tantes, opa's, oma's, neven en nichten. Wij zijn één grote familie mensen. Eén voor allen.